Yes, what up guys en welkom alweer bij een nieuwe aflevering van Het Rad van Supergaande. Mijn naam is QC. Mijn naam is Nessim en vandaag hebben we iemand te gast. Iemand uit de DJ-wereld. Yes, hij is altijd bezig. Accepteren. Hij is ex-Yellowclaw lid, niemand minder dan Busy. What's up? In de building. Voor de mensen die jou nog niet kennen, sta je even kort voor in dingen die wij nog niet hebben mensen gezegd. Mensen kunnen mij kennen van platen met Yellowclaw. Ik heb natuurlijk dat met met Nils en Jim opgezet. En nu ben ik bekend van Challas, Doe Je Dans, Lekker je Lekker. Je wilt Nederlandse game overgenomen, man. Ik doe mijn best, man. Wat gaat het worden? De allereerste van... Ik heb helemaal niet bij nagedacht toen ik... Oh, je laatste WhatsApp gesprek. We moeten hem zien, man. Ik heb die gezien. Ja. Yeah. Internet is te slecht. Kan het niet zien hier in Afrika. Dit is mijn cameraman. En jij stuurde een dickpic? Nee, ik liet zien welke Airbnb. We gaan een videoclip schieten in Madrid. Nah. Primits. Hey, dit is safe gewoon. Dit is safe. Okay. Lekker aan. Konden we ook iets anders verwachten? Niet iets, nee. Geen vieze gesprekken. Nee, toen ik op tour was, kreeg ik nog wel eens mooie filmpjes van thuis. Maar nu, doe je alles op nu zien we elkaar elke dag, hè? Dus dat is. Het is moeilijker geworden. Het is rustig op mijn netwerk. Daar gaan we. Ik neem even een slokje champ, hè? Dat zou ik zeker doen. Want de volgende vraag is best wel een pittige vraag. Iets met een tampon en twee ballende mensen. Nou, je hebt het bijna goed geraden. De vraag is: seks tijdens menstruatie, kan dat? Hey, ik ben een geile nigger, man. Ja? Het ligt er wel aan per vrouw natuurlijk. Want? Sommige vrouwen zijn veel heftiger met bloed, zeg maar, als anderen, als ze ongesteld zijn. Oké, maar stel je voor, je wilt zeg maar seks gaan hebben, je trekt zeg maar een stipje naar beneden, je ziet opeens gewoon, weet toch, rare klonters en shit. Ja, nee, normaal. Maar dat heb ik ook nog nooit gehad. Ik zo weet geil niet. Heb jij dat niet wel eens gehad? Nee, ook niet. Nee, ook wel met eigen ervaring. Ja, want ik denk van, ja, misschien... Nee, ik heb nog nooit gehad, maar misschien dacht ik van... Ja, nee. Maar didn't happen to me. Maar heb je wel eens ook gelikt of zo tijdens terwijl dat ze ongesteld was? Ik lik sowieso niet, Mattie. Nee? Nee, man. Alleen als je een ring van me krijgt. Als ik met je trouw, dan Dus je likt helemaal alleen als je getrouwd bent? Ja, of als je echt wifey bent, zeg maar. Ik heb wel een paar, maar ik bedoel niet maar, je hebt het wel gedaan, dus al likken. Ja, maar niet tijdens de menstruation cycle. Maar jouw tong is, die moeten ze verdienen, zeg maar. Maar toen moeten ze voor werken, je weet. Oh. Draai je dan ook? Ik draai. Wat gaat het... Ja, die... Ah, shit man. Je mag weer draaien, moeten wij het beantwoorden, man. Oh, serieus? En het woord... Boom. Hoe kreun je tijdens seks? Oké. Hé, maar wacht eens even. We hebben een episode gehad, toen heb ik het alleen gedaan. Ja. Jij niet? Nee. Dus nu ben jij aan de beurt. Lekker. Nou. Ja, hoe klinkt kun je tijdens seks? Ik weet niet hoe ik kun tijdens seks. Ik heb gewoon een beetje, hè? Ja, ik weet... De geluidsman die zit daar... Je bent een beetje geld om worden, jongen. Voorzichtig gaan lachen. Okay, nee, maar kijk, ik heb niet echt een geluid... Ik praat wel tijdens seks. Ik zeg wel van, oh, fuck. Fuck yeah. Oh god. Ik praat ook met god en shit opeens, man. Ik weet niet waarom. Ja, ik ga opeens. Oh my god en zo. Ja. Maar weet wat bij jou is? Als ik jou zie, gewoon dat jij, hoe jij bent, zeg maar. Ik maak lief seks, ja. Nee, maar jij gaat. Ik hou van je. Nee, dat is niet waar. Jawel, zo nee. Ben jij, nee, man. Ik ben best wel rijk, bro. Jij hebt jouw vriendin te huwelijk gevraagd tijdens de seks. Nee, helemaal niet. Ik ben best wel lief, maar bij mij switches gewoon soms lief, soms een beetje ruig. Dat zo. En af en toe maak ik daar een gromgeluidje bij. Toch? Oké, ja, mooi. Mag grom. Ja, maar je moet het voordoen, toch? Ja. Leg uit de grom. Ja, hij heeft gelijk. Anders krijg je de band. Ja, iets in die richting. Ja, het is moeilijk. Je vrouw heeft seks met een robot gewoon, basically. Ja, eigenlijk, ja. Met een verroeste robot. Eigenlijk wel, ja, eigenlijk wel. Nou, dat was hem. Ik ga weer draaien, dus. Je mag weer draaien. Alsjeblieft, doodskop. Alsjeblieft. Dit is weer hetzelfde. Hé, hey, maar dan voor jou. Ik weet het. Ja? Ik heb een keer gehad dat een homie, zeg maar, dacht dat hij gewoon binnen kon komen. En toen was ik bezig, zeg maar. En toen zat hij zo te luisteren. Toen later heeft hij me echt precies verteld wat voor geluid hij maakte. En dat was? Ja, het was soort van... Ah, ah, ah. Ik kan echt goed onthouden. Dat is wel, ja. Dat... Die zou je op zich toch wel kunnen samplen, gewoon. Ik zit in de buurt, man. Die zit op Challas, heb ik een... Ja, maar dat is gewoon hoe ik ga, man. Oké. Okay. Je weet toch? En praat je inner, ook? Ja, ja, wat maar, zeg je dan? Maar, vieze shit, lieve shit. Weet je, de ene keer dan hou je van iemand, de andere keer is een vieze slap.
Maar ik ja, heb je wel eens je eigen tracks geluisterd tijdens de seks? Ja, tuurlijk, 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 man. Maar luister je dan ook naar, naar of het goed klinkt, goed afgemixt? Oh zo, nee, ik ben niet, ik ben als ik in mijn ding ga, ga ik in mijn ding, man. Ja. Ik kan geen twee dingen tegelijk. Spin nummer 4. Wat gaat het worden? Oké. Je bent wel een man van styling. Hoe duur is je outfit? Kom maar op, de schoenen. Gratis gekregen van Nike. Maar... Hoe duur zijn ze? Ik denk dat ze 200 euro zijn of zo. 200, 200. Broek. Ook gekregen van Daily Paper. Ik denk 150 of zo. Ik heb een boxshirt aan van Calvin Klein. Oeh. Die kost 40 euro voor 3. Dus deel door 3 is... Ja. Ik weet het niet. Ik weet het niet. I'm not gonna act smart. 12,5? Oké, 12,5. 13. Shirt. Pata. Dan kost dat 60 euro. Ja, ik denk 60 euro of zo. Jackie? Ja, Jackie is Levi's, man. Is volgens mij gewoon Barkie, toch? Barkie. Ja, maar ik heb een Yeezy shirt, een echt set van eerste tour. Yeezy shirt, ja? Collectors item, die heb ik verknipt en op de achterkant gemaakt. Oh shit. Dus, dat is wel disrespect tegenover Kanye, man, bro. Nee. Ja, nee, fuck that shit. Hij is iets met Trump, toch? I don't have respect that nigga. Neusring is, ja, is goud. Volgens mij is van 120 of zo. Kettingen, ik denk dat het bij elkaar 5, 6 Barkie is of zo. Maar ik heb het gewoon gekregen van Sponsor of zo. Oh, you got a teeth. De gold teeth. Dat is een echte, dat is de doezoe gewoon. Een doezoe voor een tand, bro. Ja, G. Iedereen heeft zo'n tand van 100, dat is net. Ja, maar die kan je over je tand heen zetten. Dit is gewoon, mijn tand is eruit, deze tand is erin. Dit is hij gewoon wil het laten goud. Doen. Ja, tuurlijk. Nee, maar, ik heb het zelf gedaan. Maar meer als in, zeg maar, als je een gat of zo. Of ja, was die rot of zo, of dat niet? Nee, ik had er, ik had er al een kroon op. En die was eruit gegaan op vakantie zo. En toen zei mijn tandarts van, wil je niet te gauw, je bent toch een rapper? Oh. Lekker stereotyperend. Dus zei ik, hell yeah, nigga. Ja, leuk hoor, man. Ja, dit is gewoon een boei. Die heb ik in Suriname gekocht. Ja, dat is denk ik niet zo heel duur, man. 200 euro of zo. Trouwring, die is wel iets van 800, 900 euro of zo. Dan heb ik gekke sokken aan. Olaf. Hey. Shit. Olaf. Kennen mensen die? Nee. Nee, man. Volgens mij is het 46 euro of zo. 50 voor een euro. Sok? Ja, maar dit is wel een goede sok, hè. Het zit echt lekker. 3300 euro. Ik heb een horloge niet eens om, G. Besef. En reken eigenlijk gewoon je tattoos niet mee, hè. Oh, ja. Want ik krijg die shit niet. Wat is het duurste item wat je ooit hebt gekocht? Ja, ik heb wel een tas gekocht van Versace. Die was echt 3600 euro. Zo. Dat vond ik wel echt bullshit. Maar dat was op de trouwdag van mijn vrouw. En ze wilde een diaper bag. Was voor haar? En ja, was voor haar. Ik was er niet op onze trouwdag. Dus ik moest dit een soort van goed maken. Wat? Wacht even. Ja, maar ik was in Vegas. Ik moest werken, toch? Oh. Hey. Oh, maar niet op de dag dat je ging trouwen, maar gewoon jullie waren zoveel jaar getrouwd. We waren een jaar getrouwd en ik was er niet. Nee, het was niet op mijn trouwdag. Eerst gaat tas. Ja, hier, tas. Kan jij dat flikken? Niet aankomen op je trouwdag? Nee, dan ga ik dood. Eén keertje was het niet zelfs vergeten. Zo, Ik heb een Irakese vrouw, moet je mee oppassen. Weet toch? Bommen en zo. Oké, we kunnen weer draaien. Do it. Je mag weigeren. Ja, jullie willen die koude stroomschok, maar ik kom niet met die shit. Doe maar even. Ja, dit is hem, man. Hij kwam daarop, je hebt het zelf gezien. Het is niet dat we lopen te zoomen hier. Hoeveel heb je op je rekening staan? Fuck that! Ja. Of zeg. Het is ons chockeren met het bedrag wat erop staat, of jezelf chockeren met... Ja, fuck that shit. Ik vind dat hij... Hé, maar shit, die shit zit echt op mijn ader zo. Wacht. Nee, wacht. Draai hem wel, mag hij wel zo. Ik vind wel dat hij met zijn nek moet doen. Nee, fuck that shit. Ja, ben je klaar voor? G! Goed die pijn. Niet meer. En nu zit hij uit, Ik... Nou, op zich. Hey. Viel reuze mee, toch? Ja, ik hoef die shit niet, man. Wie heeft het meeste verdiend van jouw klap van de drie? Met z'n drieën evenveel. Ja, hun zijn nu doorgegaan natuurlijk, maar we hebben het altijd gewoon gedeeld in drie. Dus, heb je spijt dat je weg bent gegaan? Nee, natuurlijk niet. Ik wilde gewoon meer bij mijn fam zijn, man. Ja. Ik bedoel wat ik zei, ik was nooit thuis en ik heb gewoon een zoontje van anderhalf. En ik kwam zeg maar, dat hij 2 maanden was, kwam ik een keer thuis en hij kende me niet, weet je wel. Hij begon echt... Hij wende ook niet aan me. Toen brak er wel iets, weet je. Ik had al wel sowieso veel last van heimwee, maar toen dacht ik wel van ja, is dit het waard? Wat gaat het worden? De laatste. Laten we even kijken. De allerlaatste draai van vandaag. En het... Ja, nee. Nee. Deze is leuk. Dit is een hele leuke vraag. Met welke BN'er zou jij graag seks willen hebben? Voordat we gaan beginnen, heb je al met een BN'er seks gehad? Ja. Wie?
Ja, moet ik dat? Nee, dat hoef ik niet te zeggen. Dat is niet de vraag. Dus dat hoef ik niet te zeggen. Klopt. Zeker niet. Nee, ik heb wel met BN'er seks gehad. Dat is wel nice, man, bro. Ja. Echt BN'er bekend? Die ja, die was wel. Ja, twee. Ook allebei wel. En heb je met één seks gehad waardoor zij zeg maar vreemd is gegaan? Of je hoeft toch geen namen te zeggen? Nee. Waren actrices. En die zijn volgens mij sowieso gewoon, je weet toch? One with the wind. Oh. Ja, oké, dat is op zich. Maar dan wel namen horen, dus met welke BN'er zou je dan oh, en vragen? Oh ja, nee, Chantal Jansen. Dat was vroeger echt, dat was vroeger van mij altijd echt iets van. Je weet toch, vroeger had je die film De Dominee? Ja? Ja. Dat vond ik wel master. Nice. Normaal gehad, man. Super, nou, ik word even gebeld, jongens, sorry. Mogen we nog een keer draaien? Oh, oké, we gaan nog een keer draaien. Oh shit, we mogen nog een keer draaien. Was een fan die belde. Nog een keer draaien. De bonusvraag. Ah, shit, doe dit pijn. Wat? Ik was nog even terug op die ene vraag. Wat? Nee, ik was nog niet klaar. Oh. Komt er een beetje in de buurt? Heb je veel groepies gedaan? Ah. Oh, ja, vroeger wel. Ja, man. In de Yellow Claw tijd? Nee, niet in de Yellow Claw tijd. Niet? Daarvoor. Nee, Yellow Claw tijd niet. Dat was zeker mijn kans. Maar dat heb ik, ja, toen had ik al wifi, man. Ja, dus toen was ik fire. De bonusvraag. Alles of niks. Je mag ook niet meer weigeren. Nee, het is gewoon. Het is de doodskop. De doodskop. Ja, de doodskop. De doodskop. Dat betekent dat wij mogen kiezen wat het gaat worden. Hoe heb jij je laatste relatie beëindigd? Ik was geget. Met wat? Ik had toen twee vriendinnen en toen was hijfs nog. Oh, en één had geen hijfs en één had wel hijfs. En ik had gewoon met die één gewoon krabbels gezet, toch? En zo ben je geket. En die andere had ineens de ene dag ook hype. Ze belde me op vet boos, dit, dat. Dacht ik nog, fuck. Hoe heb je twee relaties tegelijk, man? Dat lijkt me echt moeilijk. Dat is fucked up, man. Stress. Ik had gewoon niet meer opgenomen toen ze erachter kwamen. Heb ik gewoon nooit meer met ze gesproken. Hebben ze ook gedaan, allebei? Ik had echt 2 jaar met ze. Ik ging Sinterklaas vieren, kerst. Zo, ging je dan ene kerstdag ging je met de ene chick. Oh man, jij bent een net. Dat was strijden, man. Maar bro, dan moet je ook wel veel geld uitgeven, man. Valentijnsdag. Dat is duur, Mattie. Nee, maar ik was ook nog skeer die tijd. Dus ik heb echt letterlijk gewoon vaderskloos genakt en shit. Ze zeggen ook waarschijnlijk nu als ze jou op tv zien, dan zeggen ze ja, dat is die fuckboy en zo. Nee, want ik denk, ik heb echt toch wel daarna zeg maar 1 keer een show gehad. En toen stond er 1 van de 2, ik weet niet hoe het over allebei is, maar 1 van de 2 die stond in het publiek en die zwaaide toen wel een soort van aardig. Ja, we zijn aan het eind gekomen van de show. Het was hartstikke gezellig. Ja, dat was. Ja, thanks dat ik er mocht zijn. Dankjewel voor je eerlijkheid ook. Ja, toch? Ja, ik moest wel. Ik hou niet van stroom, man. Nee, snap ik. Ja, ik hou van stroom, maar niet die. Ja, stroom. Hey, Mars. Hard. Nou, Busy, pak even je momentje van promo. Mensen kunnen mij checken. Alles met Busy. Dus mijn Instagram is Busy. Snapchat Busy Brooks. Dus dat is niet helemaal Busy. Dat is Busy Brooks. Facebook/Busy. Soundcloud/Busy. Wat kunnen we verwachten, man? Wat komt er uit? Ja, er komt in april een nieuwe single met Equals en Young Felix. En in mei komt er weer met Remix geproduceerd track samen met Kleintje Papi en Yoso. Oh, dik. Okay, en dik. Ik heb eigenlijk die daarna komt ook al klaar liggen. En die is weer met een oude homie van me. Nou jongens, dankjewel voor het kijken en we zien jullie weer de volgende keer. Peace!